Een van de onderwerpen die Nederland tijdens het Europees voorzitterschap op de agenda heeft staan, is open toegang tot cultureel erfgoed. Die toegang betekent dat alle Europeanen via het internet kunnen beschikken over gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen. Maar wat zit er dan allemaal in die gedigitaliseerde collecties? Geen idee. En fotocollages. Aan schilderijen, aan beelden. Krantenartikelen, foto's. Maar dat niet alleen. Je vindt er ook videofragmenten van historische gebeurtenissen, dagboeken van beroemde schrijvers, brieven van staatshoofden, logboeken, ansichtkaarten, posters, liefdesbrieven, geluidsfragmenten, architectuurtekeningen en ga zo maar door. Allemaal Europese geschiedkundige nalatenschap, volledig digitaal en voor iedereen bereikbaar. Maar die gegevens zijn toch al toegankelijk? Ja, de gegevens zijn wel toegankelijk, maar je moet heel erg je best doen om ze allemaal met elkaar te combineren. Je moet naar heel veel verschillende archieven en websites. En de opdracht is dat die toegankelijkheid vergroot wordt, zodat straks eigenlijk iedereen met één muisklik de gevraagde informatie kan krijgen. Interessant. Maar wat kun je met al deze data? Bijvoorbeeld als docent geschiedenis in school kan je die digitale collecties gebruiken om je eigen lesmateriaal te maken. Voor mij is het voordeel voor de toegankelijkheid van digitaal erfgoed dat ik veel sneller kan werken, dat ik leerlingen veel meer op maat kan bedienen met opdrachten die ze veel leuker vinden. Dan zie je gewoon dat ze, als ze materiaal krijgen waar ze zelf voor kunnen kiezen, dat ze veel gemotiveerder raken om aan een opdracht te gaan werken. Dus ik ben daar erg blij mee. Wat erg belangrijk is in de onderwijssector, is dat als je materiaal vindt, dat je die daar ook gebruik van kunt maken. Je kunt het groter maken, je kunt het kleiner maken, je kan het knippen, je kan het plakken. Dat betekent ook dat leerlingen daar zelf actief mee aan de slag kunnen gaan. Dus voor een docent is toegang tot digitaal erfgoed enorm waardevol. Ook voor mij als onderzoeker. Ik kan nu in een hele korte tijd materiaal over heel Europa terugvinden dat ik kan gebruiken voor mijn onderzoek. Iets waar ik vroeger maanden, zo niet jaren mee bezig was. Iets anders dat ontzettend belangrijk is en wat nu makkelijk kan, is het hergebruik van data. En er is een mooi voorbeeld. Vanaf ergens de 15e eeuw tot diep in de 19e eeuw voeren Nederlandse kapiteins op Scandinavië. Die waren verplicht om een logboek bij te houden, waarin ze allerlei zaken schreven over het water, de wind. Omdat we die logboeken gedigitaliseerd hebben, hebben we nu ook de watertemperatuur op een bepaalde plek over 400 jaar. Dus we weten heel veel zaken over, zeg maar, het klimaat. Als die logboeken niet digitaal toegankelijk zouden zijn, dan zouden wetenschappers uit een andere discipline er nooit naar hebben kunnen kijken. Daarom is het van belang dat instellingen hun data digitaal beschikbaar stellen. Dat vinden wij ook. Wij huisvesten hier een van de grootste digitale mediaarchieven van de wereld, waarvan de relevantie op maatschappelijk vlak, maar ook op het gebied van onderwijs, cultuur, kunst, wetenschap zo groot is, zo belangrijk is, dat we vinden dat die collecties, die archieven toegankelijk moeten zijn en blijven. Daarbij werken we ook voor de creatieve industrie. Dus het gaat ook om de wijze waarop je met dat materiaal kan inspireren tot het maken van nieuwe programma's, formats enzovoort. Dus hergebruik is ook heel belangrijk. Om al deze redenen vindt Nederland dat het proces van openstellen van collecties in heel Europa uitgebreid moet worden. Cultuur bepaalt wie we zijn en waar we vandaan komen, wat onze identiteit is. Dan is het van groot belang dat we daar ook als Europeanen met elkaar over kunnen spreken. Ja, en dan moet dat materiaal wel voor iedereen toegankelijk zijn. En daarom stellen we de toegankelijkheid van digitaal cultureel erfgoed als grote prioriteit tijdens het Nederlands voorzitterschap.